Ik kom 2,5 uur vanuit de Achterhoek gereden, dus... En dan krijg je dit? Dan krijg je dit. De gebruikers van deze parkeergarage konden maandagmiddag geen kant op. Kunnen jullie iets met die slagboom? Ik ben bang van niet. Nee, dat is jammer. Een stroomstoring in het centrum van Leiden zorgde ervoor dat ruim 2000 huishoudens en winkels zonder elektriciteit zaten. Nou, dan gebeurt eigenlijk niet zo heel veel buiten het feit dat we iedereen de winkel uit moeten krijgen, zeg maar. Dus alles valt stil, dus je kan natuurlijk niet meer afrekenen en dat soort dingen. Dus iedereen moet gewoon weg eigenlijk. Mensen zijn niet massaal de winkel uitgerend zonder te betalen? Nee, we hebben genoeg personeel lopen die uitlegt wat er aan de hand is en wat er vervolgens moet gebeuren. Dus dat is fijn in ieder geval. Lekker rustig zo, hè? Ja, ik heb eventjes kan niks doen. Nou ja, in die zin, ik zou iemand die contant heeft, die kan ik nog helpen, maar daarna houdt het op. Wie heeft dan nog contant? Ja, toch zijn er nog wel mensen die dit hebben, maar... Ik wacht het af. Ik heb gehoord dat het kwart voor vier duurt of zo. Dus. Ja, drie keer niks. Alles ligt eruit. We hebben nu ongeveer een half uur dat we in feite dicht zijn. De deur staat wel open, maar ja, we spreken gewoon de mensen aan van ja, jongens, contant lukt nog wel, maar pinnen is out of the question. En hoe is het met de producten? Dat gaat goed, want we hebben gewoon goede koelingen en die houden het ongeveer een halve dag vol. Maar ja, het moet ook niet langer dan een halve dag gaan duren, want dan hebben we wel een probleem. Na ruim een uur was de storing verholpen.